Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden, gasten. Ook u die thuis meekijkt, meeluistert vandaag of in de komende dagen. Heel hartelijk welkom. Goed om hier weer te zijn en zoveel bekende mensen te zien. Mijn vrouw is hier ook, maar ik mag ook zeggen namens mijn hele gezin, hartelijke groet. En bijzonder om ook te zien dat soms na zoveel jaren mensen nog op de weg zijn met God, op de weg met Christus. En er zijn vast nieuwe mensen bijgekomen, maar het is geen vanzelfsprekendheid. Dat als je mensen na 8 jaar ontmoet, na 5 jaar ontmoet, na 1 jaar ontmoet, dat ze nog echt achter Christus aangaan. En houd het geloof vast. En breng het steeds opnieuw voor het aangezicht van God. En dit is zo mooi dat je dat samen mag doen. Waar vind je dat in deze tijd dat mensen op zondagmorgen bij elkaar komen om ruimte te nemen en na te denken over het leven en de zin? Het thema is nu dichter naar elkaar, heb ik begrepen. En dan krijg je gisteravond de mededelingen dat het eigenlijk nog verder uit elkaar moet. En dan denk je, wat een vreemde wereld. En het is logisch. Misschien vreemd dat ik het zo zeg. Maar het is logisch dat mensen vragen krijgen over het leven. Vragen over God. Vragen over de zin van het leven. Vragen over waar je nou zelf bent. En de ruimte die je in je hoofd hebt, in je hart hebt. Geloof het of niet. Waar ik nu ben, floreert het als nooit tevoren. Ik word gebeld uit heel het land door mensen die een zaak hebben of al lang een studie achter de rug hebben en zeggen, mag ik een keer met u praten, want ik wil gaan studeren. Ik wil dieper nadenken over de zin van het leven, want in die coronatijd ben ik stilgezet. Mijn leven staat stil. Het is on hold gezet. Wat ga je dan doen? Ga je wegrennen? Zak over je hoofd? Wegkruipen? Boos zijn op iedereen? Lekker polariseren, ruzie zoeken, partijschap, ook in de kerk. Of zet het je aan het denken en zoek je de ruimte en de rust om eens inderdaad gewoon over het leven na te denken. En te zeggen, gek leven hè. Wat is nou de zin van dit alles? Wat ik merk is dat mensen ongeneeslijke zinzoekers zijn. Ongeneeslijke zinzoekers. Je moet, en ik kan u heel veel teksten uit de Bijbel, één die me nou te binnen schiet, is die bekende uit het boek Handelingen. Waar Paulus zegt, God heeft de mensen hun een bepaalde tijd en plaats toegewezen, opdat zij al zoekende hem zouden vinden. Nou, in deze coronatijd is dat als nooit tevoren. Er wordt als het ware iets over de mensen heen gedrukt. Even daar gelaten wat het is of hoe dat komt, ga ik niet op in. Het feit is er dat het zo is. En dat mensen eigenlijk merken van, ja, mijn vrijheid komt in het nauw. En dan ga je dus, zegt Paulus, zoeken. Waarom ben ik hier geboren? Waarom in deze coronatijd? Mijn hart brak een paar weken geleden. Ik vind het fantastisch om bij de diplomering aan de Vrije Universiteit betrokken te zijn. Er waren zo'n 60 diplomisten. Boeddhistische, hindoeïstische, zelfs iemand die had Wicca gestudeerd, tot en met christelijke, joodse, allemaal studenten. En we waren daar met de hele faculteit. En het is zo interessant om dan te zien dat als je daar dan die diploma's uitreikt, dat je in die enorme diversiteit iemand iets aanreikt. En mijn collega zei, en toen brak mijn hart, hij zegt, hier zijn studenten. En die waren daar met hun ouders. En die hebben 1 tot 1,5 jaar gestudeerd en zijn nog nooit hier geweest. Weet je, dan heb je de tijd van je leven. En echt, het is echt waar. Jongeren van 18 tot 28 hebben een midlife crisis voordat ze 30 zijn. Eigenlijk is het een young life crisis of een quarter life crisis. En het is niet wat ze gehoopt hadden. En ze zijn somber. En vaak depressief. En een derde van degenen die regelmatig depressief is,
ziet het soms helemaal niet meer zitten. Is dat het teneur van mijn verhaal? Natuurlijk niet. Maar ik ben een realist. En mensen worden geconfronteerd met realisme in hun leven. Het is niet waar dat je alles kunt studeren en kunt worden wat je wilt zijn. Het is niet waar dat je in Nederland zomaar alles kunt doen. Het is niet waar dat je je kunt ontwikkelen en kunt gaan waar je wilt. Al die beloftes, wie heeft het ooit in je hoofd gezet dat alles zou kunnen? This is life. This is real life, om het maar zo te zeggen, op zijn Engels. Je knalt tegen je beperkingen aan. Van je gezin, van je ouders, van je studie, van de stad Katwijk of Lelystad waar je zit. De Bijbel zegt het, dat zijn de beperkingen van het leven. Het land en de tijd waarin je bent geboren, de aanleg die je hebt, wat je wel en niet kunt studeren, wat je hebt meegekregen van je ouders, sommetjes die je wel en niet begrijpt, de taal die je wel of niet gaat leren spreken. Er zijn beperkingen aan het leven. En in deze coronatijd wordt die beperking als het ware nog dieper op je gedrukt. En ook christenen. Wie heeft je ooit gezegd dat het leven met Jezus alleen maar leuk is? Dat je voor de wind gaat? Dat je van succes naar succes gaat? Dat is niet waar. Het is helemaal niet waar. En ik ga straks uit de Bijbel lezen hoor, maar ik stel het even uit. Het is een aanloop. We gaan gedetailleerd naar Maria en Elisabeth. Waar van alles gebeurt. Maar waar het in wezen om gaat, is dat, en dat is ook gemeenschap die wij samen zijn, is dat je leven in al die details bij God gekend is. Als ik met collega's praat, psychologen, sociologen, antropologen, dan lachen ze me vaak toe. Ik werk heel goed met ze samen, maar ze lachen me vaak toe. En dan hoor ik ze bijna zeggen, als we in discussie zijn, ja, weet je, in jouw geloof, in jouw christelijk geloof, ervaar je een zekere vrijheid. Maar Henk, je bent je brein. Voor 99,9% staat jouw leven vast. Over welke vrijheid heb je het dan? En corona is het stempel, het zegel op het feit dat je nauwelijks vrij bent. En als je dat wel in je hoofd hebt, moet je maar zelf weten, je gaat echt kapot lopen. De oude filosofen wisten het al, die zeiden van ja, je moet proberen om al die beperkingen toch een zekere vrijheid te bewaren, maar blijf ongeveer in het midden. De filosofen hebben daar hele dikke boeken over geschreven, hoe je dan in al die onmogelijkheden in het midden blijft, zodat je het bijna niet ervaart. En we zitten ook in deze tijd, hè? Dat je je eigen dood moet kunnen bepalen. We krijgen een nieuwe regering, D66 zit daarin. Maar dat deden de oude Romeinen ook. Je moet op het midden blijven. En tegen de tijd dat je denkt, oh, maar nu gaat mijn leven pijn doen. Nou, dan ga je in het bad liggen, je haalt je aders open en heb je een mooie dood. Hè, de artistiek, je moet artistiek ook aan je einde komen. En de ars moriendi, hè, van hoe kan ik op een mooie dood sterven? En je merkt dat ook in deze tijd dat gewoon zo op die manier gaat. Maar ik begrijp het wel, want inderdaad, hoe slalomeer je dan in al die beperkingen, onmogelijkheden, en wat is dan die vrijheid van Jezus? Terwijl inderdaad al die wetenschappers zeggen, vrijheid, Ik bedoel, je kan toch niet kopen wat je wilt? Je bent toch geen miljonair? Je kunt toch niet in een hele dure auto gaan rijden? Wat is nou je vrijheid? Hebben wij niet het over een ingebeelde vrijheid? En dan zegt u, Henk, moeilijk. Als ik met 18-jarigen praat, die een beetje nadenken, die zijn al veel verder. Moet je op de VU komen, met jongeren van 18 jaar praten over christelijk geloof. Ze prikken zo dwars door je heen. Klatergoud. Veel geschreeuw. Maar wat zit er nou eigenlijk aan denkkracht en aan genade achter? Is het wel echt zo, dat christelijk geloof? Of hebben wij een ingebeelde vrijheid? En wat de Bijbel mij laat zien, en dat gaan we ook straks zien, is dat in al die beperkingen die mensen hebben, en de gemeente is een gemeenschap van mensen die tot de ontdekking zijn gekomen dat zij die beperkingen hebben. Dat ze niet alles kunnen. Dat ze ook hun eigen geweten niet kunnen reinigen. Dat ze niet kunnen loskomen van de zwaartekracht van het leven en kunnen zweven. Maar die gewoon de feiten zien. Dit leven
It sucks sometimes, ja. Alleen Christus helpt je om in al die narigheid je te blijven bewegen en erin een vrijheid te ervaren die ik noem de timing van Christus. De timing van God. En ik zie op microniveau, als ik met mensen praat, en ik praat heel veel met mensen, met studenten, afgelopen woensdag nog een begrafenis geleid. Ik sta in het gewone dagelijkse leven en ik huil met mensen, ik ben blij met mensen. Maar in die details van het leven waarin je Christus ziet komen, gebeuren de wonderen. En weet je wat, moet me ook nog even van het hart, wat ik om me heen zie gebeuren, is dat als je dichter naar elkaar toe gaat, dat mensen heel gemakkelijk oordelen over elkaar, omdat ze de details niet kennen. Jij kent die onvrijheden van je broeder en zuster niet. Je kent niet de gedachten waar ze door worden opgejaagd. Het verdriet, het gemis, de leegte. De verliesrekening. De gemeente van Christus is niet een gemeenschap waar je alleen de winstrekening met elkaar deelt. Ah, ik heb een nieuwe baan. Ah, ik heb een nieuwe auto. Oh, ik ga dit doen, ik ga dat doen. De gemeente van Christus is een plaats waar je de verliesrekening met elkaar doorneemt. En het in de handen van Christus legt. En waar je op detailniveau elkaar begint te begrijpen en niet gaat oordelen. Waar je niet meer op detailniveau bij elkaar kunt komen en elkaar kunt begrijpen en snappen, ga je zeggen polariseren. Oh, dat is een broeder die denkt zo. Oh, dat is een zuster die denkt zo. Heel gemakkelijk neerzetten, algemeniseren. Nou ja, dat is wat je nu ziet gebeuren in de politiek. Dat zie je gebeuren landelijk. We polariseren. En christenen? Moest je zweten. Laat ik nog één les voordat we gaan lezen meegeven. Ik prent het echt alle studenten in, aankomende predikanten. In iedere preek noem ik dat. In deze tijd. Het allerbelangrijkste van het christelijk geloof is wat ik zei, dat je op dat detailniveau begrijpt dat je niet alles kunt, dat je God nodig hebt. Maar ook omdat je dat begrijpt, dat je je oordeel uitstelt. Het geestelijk leven van christenen is dat. Je hebt het oordeel leren uitstellen, allereerst over christenen, maar over alle mensen. Omdat je zegt, Heer, u leeft. U leeft op detailniveau. U kent al die mensen. En je kunt ze niet indelen. Hup, groep hier, groep daar, het gemak. U kent ze en ik stel mijn oordeel uit. Ik leg het in uw hand. Dat is de gemeenschap van Christus. Dan nou, uit ook met elkaar uit. Hoe divers je bent, alle leeftijden, alle achtergronden. Fantastisch. Er is niets op aarde als de gemeente van Christus. Waar zulke vreemde mensen met hun eigen verhaal zeggen. Ik heb God gevonden. En toen ik hem vond, vond ik ook jou. En wat fantastisch dat ik mijn leven met je mag delen. Maar leer elkaar dus op dat detailniveau kennen. Nou, Lucas, en we gaan het lezen, was een arts. En die ploos alles uit, dat zegt hij ook. Ik heb alles uitgeplozen. En ik kom met allemaal details. Bergen details. God is in the details. Hou hem vast. Details doen ertoe. Hier zit je vanwege jouw details. Niemand is zoals jij. Je bent uniek. De meeste studenten die ik spreek behoren tot de snowflake generation. Sneeuwvlok generatie. Weet je waarom? Lees er maar over. Bijna alle studenten die ik heb, snowflake generation. Een sneeuwvlok komt uit de lucht en komt met honderden en duizenden. Ieder vlokje is uniek. Geen vlokje is als de ander. Als je hem zou pakken, dat is ook wetenschap, en je zou al die kristalletjes bekijken, dan zou je zeggen, ieder vlokje is uniek. En nu komt het. Het heet ook de snowflake generation. Omdat als je een vlokje op je hand hebt, en je pakt het beet, dan is het ook zo weg. En dan breekt mijn hart. Jongeren zijn zo weinig weerbaar. En soms ook ouderen. Dat je dan denkt van, je kunt zo moeilijk op tegen de druk van het leven. De prestaties, de tegenslag, de teleurstellingen. En de gemeente van Christus is een plaats
waar je elkaars leven een beetje mag gaan proeven. En waar ruimte is. Kom op, Snowflake X, Snowflake Y. Met al je unieke kanten. God houdt van jou. Hij ziet jou. Kom, kom tot Christus. En leg die gebrokenheid in zijn hand. En hij gaat daar dan verbanden in weven die uniek zijn. Gods timing. Ik word maar over één ding in mijn leven echt enthousiast. En ik zie dat gekreun, ik zie dat dingen niet lukken. Maar wat mij altijd ontroert, tot tranen toe, dat is dat in al die voorspelbaarheid, in al die onvrijheid, in één keer Christus doorbreekt. Zit ik in de trein en ontmoet ik iemand en heb je een gesprek en denk je van wow. Ineens komt Christus daar doorheen. Ik heb dat als voorganger ook vaak gehad. En vertel ik verhalen over dat ik naar het ziekenhuis ging. Het kon niet eerder, het kon niet later. Op dat moment moest ik daar zijn. En ik heb het ook met studenten met wie ik dan praat. En dat je van ja, maar je had er niet eerder, niet dit later moeten zijn. De timing van God. In al die details die hij overziet. Is uniek. De drang, ik moet die zuster bellen. Die drang, ik moet die broeder bellen. Of ik ga contact met die persoon zoeken. En dan merk je dat God in die details haast heeft. En Lucas, zei ik, is een man van details. Enorm veel over Maria, over Johannes, over Elisabeth. En dan denk je, waarom hoofdstuk na hoofdstuk al die details? Omdat God in de details is. God in zijn genade en in zijn kennis weet al die details. En hij heeft een plan. En als je niet goed oplet, niet alert bent, niet over voldoende vitaliteit beschikt, die weerbaarheid waar ik het over had, dan gaat het aan je voorbij. Dat je namelijk Gods timing moet leren verstaan. En dan kun je corona hebben. En als je Gods timing volgt, dan ben je vrij. Christus stuurt jou nu uit de sleur daarheen. Christus haalt jou nu weg. Misschien naar een ziekenhuis. Waarom? Treurnis? Nee, misschien moet je daar wel gaan getuigen. Ik sprak een goede vriend die nu een lange tijd van in het ziekenhuis heeft gelegen, de predikant. En ik had hem aan de lijn, we hebben een uur met elkaar staan praten op detailniveau. Hij zegt, Henk. En er kwam daar die dokter. En er was daar iemand die lag naast mij. En ik begon met die persoon te praten. En ik heb met die persoon gebeden. Van bed tot bed. Van bed tot bed. Oh, ik moet het ziekenhuis. Oh, wat erg. Ja, dat is één kant. Dit is het leven. Misschien lig je vanmiddag in het ziekenhuis. En is Gods timing daar bezig om jou te verbinden. Jouw details. Kleine woordjes. Paar seconden hier, paar seconden daar. De kleine dingen. De details. Om op detailniveau jou namens Christus in de wereld te sturen. Als een licht in de nacht. Nu gaan we naar Lucas. Leest u met me mee. Lucas 1. De versen 39 tot 45. Maria was gewoon een meisje. Haar leven was eigenlijk gewoon helemaal bepaald. Joods meisje, arme omgeving. Ja, zat niet veel in hoor. Het gewone leven. En in één keer komt Gods geest en dan gaan er hele bijzondere dingen gebeuren. Laten we lezen Lucas 1, vers 39 tot en met vers 45. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette. Toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Ze werd vervuld van de Heilige Geest en riep luid: de meest gezegende ben je van alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van je schoot. Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?
Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan. Tot zover. En dan komt daar het bekende Magnificat. Moet je kijken wat er staat, hè? In vers 48. Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Dus een gewoon eenvoudig meisje van waarschijnlijk 16, 17 jaar. In de sleur van het leven. Heel veel in haar leven stond al vast. Kan zijn dat haar tante Elisabeth was. In elk geval een familielid staat ervoor. Als u de versen ervoor leest, ziet u dit staan. Dat een familielid ook zwanger was geworden. En zij was op leeftijd, Elisabeth. En al die hoofdstukken die hieraan vooraf gaan, gaan daarover. Dat ze eigenlijk geen kind meer kon krijgen. En toch in één keer in verwachting was. En daar wordt Johannes de Doper uit geboren. En in die zin was Johannes de Doper dus ook een ver familielid, op een of andere wijze, van Jezus Christus. En ze woonden niet in de buurt van elkaar. En bijzonder, hè? Dat terwijl je dan in het gewone leven staat, het leven ineens haast krijgt. Zoals de zin begint. Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland. Waarom? Een engel had haar bezocht. En de engel had gezegd, je zult zwanger worden door de Heilige Geest. Ja, dat is een hele lastige boodschap. Haar leven werd grondig door de war gegooid. Je kunt erover lezen, hè, dat Jozef zelfs van plan was om in stilte van haar te scheiden. En de schande was groot. Je zou kunnen zeggen, het leven drukte heel zwaar op haar. Dat jonge meisje. Wat moet je dan? En wonderlijk, ze stelt zichzelf beschikbaar. Heer, laat het maar gebeuren als dat zo is. Dan ben ik in uw handen. Ik geef mij over aan wat God voor mij heeft. Wat Christus in mijn leven gaat doen. Wat komt, dat moet daar maar komen. En al die beperkingen zijn daar dan. Joods meisje, van die leeftijd, de schande die op je gaat drukken. Heb ik het wel allemaal goed begrepen? Was het wel een engel? Al die twijfels zal ze hebben gehad. En terwijl al die twijfels haar als het ware naar beneden hadden kunnen drukken, wordt het haar ingegeven, we weten niet waar het vandaan komt, maar dat ze in grote haast naar Elisabeth gaat. Omdat de engel had gezegd, jouw familielid is ook zwanger. En waarschijnlijk heeft Maria geweten dat het ook wel een klein wonder was. En misschien wel een groot wonder. En ze dacht, daar moet ik heen. Dat is dat bijzondere. Dat de Heilige Geest verbanden legt tussen mensen op detailniveau. Een tante, waarschijnlijk een tante, met haar nichtje. Zij wonderlijk zwanger, Maria ook wonderlijk zwanger. Op een hele andere wijze. En Maria weet, ik moet heel gauw naar het bergland. Nou, ik bespaar je de details, hoe eenvoudig dat is. Hè? Van even kijken, van nou zo en zo laat gaat een trein en dan ga ik erheen. Hou op, ongemak. Ongemak aan de lopende band. Ook de gang die ze zal gaan maken met Jozef. Als ze moet ingeschreven worden. Allemaal hartstikke ongemakkelijk. Ben je ook nog zwanger? En hoe lang Maria daar zwanger was, dat weten we niet. Elisabeth was 6 maanden zwanger. En Maria zou daar 3 maanden gaan blijven. Maar ze neemt dat ongemak gewoon. En ze gaat daar in grote haast gaat ze daarheen. En dan zie je het zo voor je dat ze in grote haast richting haar tante ging. En nogmaals, we komen op detailniveau. Want je gaat je dat voorstellen, hoe is dat geweest? En ze komt daar dan in de buurt. En ze komt bij het huis van Elisabeth. En Lucas is daar vrij gedetailleerd over. En waarschijnlijk heeft Elisabeth niet echt geweten dat haar nichtje ging komen. Terwijl het nichtje wel weet dat Elisabeth zwanger is, want het is haar verteld. En dan komt het. Ze komen bij elkaar in de buurt. En op Gods timing, echt, ik krijg er een kippenvel van als ik daaraan denk. Weet je, haar leven staat op zijn kop. Wat moet ze? Ja, ik ga maar naar die tante. En terwijl ze in de buurt komt van die tante, is daar een ontmoeting door de Heilige Geest. Wat is een ontmoeting door de Heilige Geest? En dat staat daar. Wat is een ontmoeting door de Heilige Geest? In dit geval is het dat deze twee vrouwen
buitengewoon aan elkaar worden verbonden. Dat Maria in de buurt van Elisabeth komt. En terwijl ze daar in de buurt komt, het een reactie heeft op Elisabeth die zijn weerga niet kent. Ze wordt vervuld door de Heilige Geest. En ze heeft in één keer door, daar staat de moeder van mijn Heer. Die twee vrouwen hebben op hartsniveau een ontmoeting. En dat is een ontmoeting door de Heilige Geest. En dan komt het. De vruchten in de beide vrouwen hebben een ontmoeting. Het is niet alleen op hartsniveau. Het is op vruchtniveau. Vrouw naar vrouw. En vrucht naar vrucht. Het is buitengewoon. Vrouw naar vrouw. Vrucht naar vrucht. Dat is iets dat alleen de Heilige Geest kan plannen. En hoe je dat moet zien, ik weet het niet. Ik vermoed dat het ongeveer zoiets is dat die vrouwen zo buitengewoon blij zijn. En dat Elisabeth in één keer ziet van hier gebeurt iets wonderlijks in mijn nicht. En dat ze door de Heilige Geest vervuld wordt met vreugde, met enorm inzicht dat God daar aan Israël gaat doen. Dat hij het land, het volk gaat meenemen naar een nieuwe fase. Maar dat blijkbaar, en daar komt die blijdschap zo diep gaat bij Elisabeth, dat haar vrucht ook blij wordt. En dat het kind opspringt in de schoot van de moeder. En het staat er twee keer. Er staat dat het gebeurt. Het staat ook dat Elisabeth dat aan Maria zegt. Toen ik jou zag, we begroeten elkaar, sprong de vrucht van blijdschap in mij op. Haar blijdschap, de blijdschap van die vrucht was één geheel. Dat weten we ook natuurlijk wetenschappelijk. Alles is met elkaar verbonden. Door die placenta. Maar het is zo wonderlijk dat de Heilige Geest zo diep en ver gaat. Dat die zielsblijdschap, dat die zielsverwantschap van deze vrouwen naar de vrucht gaat. Van de vrouw naar de vrucht. En daarom van vrouw tot vrouw. En van vrucht tot vrucht. Alles was blijdschap. Tot de kleinste details toe. Ik geloof dat het gisteren was. Corrigeer me, Jenny. Je zit in de zaal. Onze dochter is zwanger. 7 maanden. En het was gisteren dat ze een filmpje stuurde. Ik was verrukt. Dikke buik zagen we. En in één keer kwam er zo'n uitstulping uit. Roep. Ik dacht, dat ga ik u vertellen. Of het een elleboogje was, of een hakje. God weet het. Ik wil niet zeggen dat het kind mij begroet hoor. Nee, helemaal niet. Het was weer een filmpje. Het is gewoon een beweging geweest. Maar dan zie je zo dat inderdaad die vrucht zo één is met de moeder en andersom. Wat is Lucas als arts en detailist? En als één dat kon beschrijven, vrouw, vrouw, vrucht, vrucht, was het de arts Lucas. Die staat niet te bazelen. Dit was een dokter die alles weet van zwangerschappen in zijn tijd. En die zegt, de Heilige Geest was tot in de details, tot in de diepste elementen van het wezen van de vrouw en het kind was de Heilige Geest betrokken. En wat heeft Maria waarschijnlijk een goede tijd gehad? Dat ze daar 3 maanden is gebleven. Lees maar mee aan het einde van haar gedicht, wat ze uitspreekt naar God. Dan lees je in vers 56, Maria bleef ongeveer 3 maanden bij haar en ging toen terug naar huis. En het is wezenlijk geweest in de zwangerschap van Maria. En ze heeft waarschijnlijk in die tijd nog dieper haar wortels in het plan van God geslagen. En met haar tante aan de lopende band waarschijnlijk het hierover gehad. Van hoe dat dan moet. Hoe dat verder gaat. Maar voor ons is het belangrijk dat waar Christus wordt geboren en hij uiteindelijk de geschiedenis bepaalt en in zijn hand heeft,
het ook betekent voor jou en voor mij dat God op detailniveau jou kent. Een plan heeft met jouw leven, ook in coronatijd. En dat je dat plan van God op detailniveau ook mag gaan ontdekken. Dan heb ik het niet over grote dingen. Ik wil voor de Heer dat gaan doen. En huppatee, komt een heel vergezicht. Het gaat om hele simpele dingen. Namelijk de hand pakken van de broeder en zuster die naast je zit. De hand pakken van je zoon, van je dochter. Van je vriend, van je vriendin. Dat je ziet dat je daar de ruimte hebt. Dat ook al ben je zo beperkt in veel opzichten. Dat de Heilige Geest van vrouw tot vrouw. Van leven tot leven. Van dingen die gaan gebeuren naar dingen die gaan gebeuren. Van vrucht tot vrucht. Maar dat God daarop betrokken is en daarmee te maken heeft. Ik wil niet zeggen mee te maken wil hebben. Want God vraagt jouw toestemming niet. Hij is er al mee bezig. De vraag is, wil jij net als Maria zeggen, Heer, doe dan maar wat u denkt dat goed is. Als het zwaar wordt, dan wordt het zwaar. Als het ondraaglijk wordt, dan wordt het maar ondraaglijk. Maar ik wil het leven proeven en kennen en leven zoals het is. Maar geef mij dan ieder uur, iedere dag van mijn leven aan de ander, aan uw plan. Stuur mij. Stuur mij naar de mensen om me heen. Weet je, die weerbaarheid, snowflake generation, is precies dat. Ik merk als ik met jongeren praat, dat ik dan soms dingen heel erg moet uitleggen. Dat God zo werkt. Jongeren hebben heel sterk het idee van, ik maak een vergezicht en Christus gaat me zegenen en dat ga ik bereiken. Dat ga ik bereiken, dat ga ik doen. En dan denk ik, joh. Iemand zei ooit, pas op dat je met het plukken van de sterren niet de bloempjes voor je voeten vertreedt. Dat is wat ik bedoel. Je moet die bloempjes voor je voeten zien. Dat is leven met Christus. En die sterren, dat komt misschien wel. Ga gewoon het gewone leven leven. Met de mensen aan tafel. Met de mensen hier in de gemeente. Oordeel niet. Oordeel niet. Laat dit een vrije ruimte zijn voor mensen. En ga zien waar Gods timing gaat doorbreken. En de slotzin van deze preek is dat waar je Gods timing ziet, ben je vrijer dan ooit. Ik herhaal het. Waar je Gods timing ziet, ben je in één keer vrijer dan je ooit had gedacht te zijn. Laten we samen bidden. Heilige Vader, we bidden voor elkaar. Dank u dat we deze dienst in uw hand mogen leggen. Dank dat u daar doorheen spreekt. En we bidden voor elkaar dat we echt uw timing gaan zien in ons leven. Wilt u verlossend in ieders hoofd en hart komen? Mensen die hier zitten, die meeluisteren, meekijken, wilt u verlossend komen door uw geest. En dat inderdaad mensen op hartsniveau mogen weten dat ze in uw plan worden uitgestuurd, man tot man, vrouw tot vrouw, moeder tot moeder, vrucht tot vrucht. Wilt u mensen aan elkaar geven en de harten en ogen openen voor uw komen, uw aanwezigheid? Heer, u bent er. We bidden dat u door de geest van God toegang zoekt tot ieders hart. Mensen die hier zitten en mensen die thuis zijn, Heer. We leggen elkaar zo in uw hand. Wilt u spreken en met kerst verlossend aanwezig zijn? Dat ook als we het lastig vinden en onze beperkingen zien, de ruimte van Christus in uw genade en vergeving nieuw perspectief biedt. Niet alleen voor vandaag, maar voor de komende maanden en de komende jaren. In Jezus' naam. Amen.